de coronacrisis en de Theodiceevraag. Nou, een tijdje geleden begon het hoofdredactioneel commentaar van het Reformatorisch Dagblad te schrijven over de coronacrisis en over de reden waarom de coronacrisis over de mensheid gekomen is. En de hoofdredactie had het idee dat de coronacrisis veroorzaakt werd, over de mensheid uitgestort is, door God zelf. En zij schreven, en ik citeer, "Christenen beleiden dat ziekte en gezondheid hen niet toevallig overkomt. Corona is een middel in Gods hand." Einde citaat. En daarna gaat het redactioneel commentaar verder over abortus en euthanasie en transgender. En dat heeft dan allemaal met corona te maken of zo. En dat laat ik allemaal even zitten. Maar het feit is natuurlijk dat als de mensheid getroffen wordt door lijden of de grote rampen, de pandemieën zoals het coronavirus, dat gelovigen en christenen dan gaan nadenken van, ja, maar hoe zit dat dan met God? Als God bestaat en als God liefde is en als God het goede voor de mensen willen, waarom bestaat dan de coronacrisis? Waarom heeft God het coronavirus gemaakt? Of waarom laat God het coronavirus toe? Waarom doet hij er niks aan? Nou, die vraag, almachtige God en algoede God en toch bestaat het kwaad in de wereld, hoe je daarover na moet denken, dat heet in de christelijke theologie het Theodicee-probleem. En dat theodicee probleem zie je eigenlijk gedurende de hele Joodse, daarna ook christelijke traditie, zie je dat probleem onder allerlei namen terugkomen. Je ziet al in het Bijbelboek Job. Hè. Job is de rechtvaardige die onterecht geslagen wordt met het lijden en dan zijn handen ten hemel heft en zegt, God, ik ben rechtvaardig, waarom overkomt mij dit? Het komt ook voor bij de Romeinse filosoof Boetius met zijn beroemde uitspraak, Si Deus est unde malum. Als God bestaat, waarom dan het kwade? David Hume heeft het erover. If God is willing but not able to prevent evil, he is impotent. If he is able but not willing, he is malevolent. Een belangrijk moment in het nadenken hier in het Westen over de Theodiceevraag, dat speelt zich af in 1755, als op 1 november het hoogfeest van Allerheiligen, een groot katholiek feest, als precies op het moment, ergens na 9 uur 's ochtends, alle kerken van Lissabon zitten vol met gelovigen die het hoogfeest van Allerheiligen gaan vieren. Op dat moment ontstaat er voor de kust van Portugal een vulkaanuitbarsting op de bodem van de zee. Ontstaat een enorme tsunami die over Lissabon heen spoelt met tienduizenden doden, met enorme materiële schade en precies die mensen die op dat moment in de kerk zitten, die worden het hardst getroffen, want die kerk, ja, die storten natuurlijk in. En precies die gelovige mensen worden het zwaarst getroffen. Nou, Voltaire is daar heel kritisch over en die zegt, als God dit toelaat, als God toelaat dat christenen op hun meest christelijk door een natuurramp worden getroffen, naar wat voor soort God zitten we dan eigenlijk te kijken? In de geschiedenis van het Westers nadenken over, ja, hoe moet dat dan met God en het lijden, zijn eigenlijk twee belangrijke manieren gevonden. De Irenese Theodicee en de Augustijnse Theodicee. En de Irenese Theodicee, genoemd naar Irenaeus van Lyon, die probeert het kwaad te excuseren. Die zegt, het kwaad is wel kwaad, het lijden is wel lijden, maar het is ergens anders goed voor, het is het test van ons geloof. We moeten er iets van leren. Het heeft te maken met een soort goddelijke opvoeding. Het is ergens goed voor, maar wij mensen, wij zijn zo klein, wij snappen dat niet. Wij kunnen dat nu niet overzien. De Augustijnse Theodicee, genoemd naar Augustinus van Hippo, die wil juist God excuseren. Die zegt, God is niet de reden van het lijden in deze wereld. Dat hebben wij mensen aan onszelf te danken. Dat hebben wij te danken aan onze vrije wil. Wij kunnen uit eigen vrije wil kiezen om het goede te doen en andere mensen te helpen. Of om andere mensen te laten lijden, om andere mensen niet te helpen. Dus zeggen zij, degene die deze theodicee navolgen, God is niet de schuld van het lijden. Wij mensen zijn de schuld van het lijden. Nou, je snapt wel dat tweede systeem natuurlijk alleen maar goed werkt bij moreel kwaad, bij lijden wat mensen elkaar aandoen. Het werkt natuurlijk veel minder bij allerlei natuurrampen, zoals de Lissabon aardbeving waar ik het net over had. Want ja, wie is er dan schuldig aan die tsunami? Ik kan geen mensen aanwijzen die daar schuldig voor is. Nou, later, in de 20e eeuw, zijn er nog andere manieren, andere theodicees gevonden en geformuleerd. Zo heb je die van de procestheologie, die zegt dat God is een proces wat zich in de werkelijkheid langzaam ontwikkelt.
cruciform, namelijk God is bij ons in het lijden. God leidt zelf ook aan het lijden. Hè? Herman Finkers zou zeggen, God heeft ook corona, net zoals wij. En die twee geven eigenlijk wel ruimte aan een God die het lijden niet wil. En die het lijden eigenlijk liefst ook wel zou willen teniet doen. Maar ja, dat kan hij niet helemaal. Want hij is of onderdeel van het hele proces van het menselijk bestaan. Of hij is juist aanwezig in het lijdende deel van het menselijk bestaan. Dus die twee theodicees die knabbelen iets af van de almacht van God. En niet elke gelovige is bereid om die prijs te betalen. Nou, een laatste theodicee die wordt de Antitheodicee genoemd, is voornamelijk opgekomen na de Tweede Wereldoorlog, na de vernietigingskampen van Auschwitz en de andere nazi-vernietigingskampen. En die zeggen eigenlijk God is dood. Hè? Als God had bestaan, was deze ellende nooit gebeurd. En het feit dat deze afschuwelijke dingen gebeurd zijn, bewijst eigenlijk dat God dood is. Betekent dat dan nou tegelijkertijd dat die theodicees, hè, de nadenken over God, de rechtvaardigheid en lijden, dat die in onze tijd niet meer bestaan, omdat er zoveel mensen niet meer in God of in goddelijk ingrijpen geloven, atheïsten of agnosten, spelen die theodicees nog wel een rol ergens? En ik zou zeggen dat je dat coronacrisis juist kan zien hoe belangrijk die theodicees eigenlijk nog zijn. Hè? Dus wat wij doen nu we geconfronteerd worden met corona is of het kwaad excuseren, of we gaan God excuseren. Als we het kwaad gaan excuseren, dan zeggen we dadelijk, die virus is heel vervelend en mensen gaan er aan dood. Maar we kunnen er ook iets van leren. De maatschappij kan een reboot krijgen. We kunnen ontgiften van de red race waar we in gevangen zijn. Kijk eens hoeveel tijd mensen eindelijk hebben om datgene te doen wat ze altijd hadden willen doen. Kijk eens wat voor moois de coronacrisis ook opgeleverd heeft. Nou, dat is eigenlijk een soort Irenaeus Theodicee. Andere reactie op de corona is dat we zeggen, er is vast iemand die daar iets aan kan doen. En dat kan God natuurlijk niet zijn, want hè, God bestaat niet meer, hadden we afgesproken. Maar dan ga je dus een zondebok zoeken. Dan zeg je, het zijn de Chinezen, of het zijn de Italianen, of het is de overheid die niet goed op gereageerd heeft, of het zijn de virologen, of het is een of ander complot tot de vrijmetselaars en het Vaticaan samen met de Jezuïeten en whatever. Eigenlijk is dat een Augustijnse theodicee om te gaan met het kwaad. De theodicee-vraag is een van de allermoeilijkste vragen in de theologische traditie denkbaar. En eigenlijk zijn theologen tot op de dag van vandaag er eigenlijk niet precies uit hoe je dat allemaal moet denken. Want al die theorieën, Augustijns, Irenaeus, procestheologie, allemaal prachtig. Maar zet eens een concreet lijdend iemand daartegenover. Een moeder die haar kind verloren is in de Lissabon aardbeving, of een vrouw die haar moeder kwijt is aan de coronacrisis. En zeg eens tegen zo'n concreet lijdend mens, ja, je moet er iets van leren. Of het is beter zo. Nou, elke theoretische verklaring van het lijden slaat stuk op een concreet lijdende mens. En dat is iets wat wij als theologen juist in deze coronacrisis moeten blijven onderzoeken en kritische vragen aan moeten stellen. Voor nu, blijf gezond en graag tot de volgende keer.